In Beuningen staat sinds kort een tweede kipsterboerderij. Hier worden legkippen op een diervriendelijke manier gehouden. Eigenaar Ruud Sanders is trots op zijn tweede vestiging die door minister Carola Schouten van Landbouw vrijdagmiddag werd geopend. Nou, in totaal, hier staan twee kipsters langs elkaar. In totaal zijn het er 42.700 en in de kipster waar wij nu staan zijn het er 24.000. Nou, wat wij gedaan hebben is dat we vooral kijken eerst naar de rol van dieren in het voedselsysteem. Dus hoe zou je met dieren om moeten gaan? Wat we eigenlijk massaal doen is dat je 1 kilogram graan hebt waar je bij wijze van spreken 10 mensen mee kunt voeden. Wij geven dat in de Rijke Westen aan een vaak en een kip. En dan kun je in principe via een inefficiënte weg nog 2 tot 4 mensen voeden. En dan zeggen we hebben een heel efficiënt voedselsysteem. Nou, dat waag ik dus te betwijfelen. En we zijn gaan uitzoeken hoe zou je dat dan wel moeten doen. En dan komt er, als ik het heel kort samenvat, komt er eigenlijk uit dat je varkens en kippen en ook koeien alleen maar zou moeten voeren met reststromen van humane consumptie en reststromen van het land. En dat is eigenlijk precies wat wij met kipster doen. En ik roep nu al 3 jaar. Wij zijn de enige commerciële legkippenboerderij ter wereld die zijn kippen alleen maar voert met reststromen. Nou, dat is eigenlijk wat we met kipster doen. En vervolgens hebben we gezegd, nou, en als je dan dieren benut in je voedselsysteem, want dat is wat wij als mensen zeggen, dat wij vinden dat dat mag, zeggen we, doe het dan met zoveel mogelijk respect voor het dier, milieu en de mens. Dus zorg dan dat je een zo diervriendelijk mogelijk systeem maakt. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook 3 sterren van de dierenbescherming. Dat hebben we gewoon samen met hun ontwikkeld. Nou, we zijn gestart 2,5 jaar geleden in Venray. Nou, met Lidl. En dat liep eigenlijk zo goed dat Lidl al snel zei, we willen nog een tweede boerderij. En we kregen een derde partij erbij die ook onze eieren wilde. Dus Albron, Hamis, Hoost, Efteling en FFC, Qualitarius en Deli Frans. Samen wilden ook 1 boerderij. Nou, toen zijn we gaan zoeken, waar zou dat kunnen? En we willen eigenlijk graag bij een grote stad zitten, omdat we ook altijd open zijn voor bezoek. Hè? Dus we wilden ook gewoon laten zien wat we doen. Nou, en toen zijn we, uiteindelijk is het natuurlijk ook min of meer een beetje toeval waar je uitkomt, maar hier lag een locatie waar dat ook mogelijk zou zijn. De kipsterboerderij is ook toegankelijk voor publiek. Vanaf aanstaande maandag, dus vanaf 13 januari, zeg maar, vanaf 10 uur in de ochtend tot zonsondergang 's avonds kan iedereen er altijd binnenlopen. Je hoeft niet te bellen, je kunt gewoon komen kijken wat doen, je kunt kippen zien, je kunt aan de hand van borden en zo kun je alles lezen wat we allemaal doen.